Hey boys, welkom. Het is hier TRC underscore live met vandaag een Zabak Puzzle Room Guides van TOA, Tombs of Amasket, Rage 3. Toen ik TOA aan het leren was, al ik ben het eigenlijk nog altijd aan het leren, maar toen ik het echt heel in het begin aan het leren was, had ik echt heel veel moeite met deze room. Ik wist niet wanneer klikken, wanneer runnen, ik werd constant gehit. Het kostte mij soms zelf 2 tot 3 brews deze room. En dat is eigenlijk gewoon echt belachelijk. Dus ik denk, ik heb nu wat ge-youtubed, getwitterd, gereddit, ik heb het ongeveer allemaal gelezen. En ik denk dat ik deze kamer ongeveer door heb. Nu, eigenlijk, het enige dat je echt moet doen is deze tile maken. Dus let's go, we gaan naar binnen. We pakken de container. Vanaf dat we die container hebben, gaan we naar daar. Vanaf dat we daar staan, direct veel waterval. Eén keer gehit, oké, dat sukt. Vanaf dat we hebben gepakt, gaan we direct teruglopen. We gaan ook al direct naar die nieuwe waterval. Direct rechtermuisklik, tik waterval. Rechtermuisklik, direct op die palmboom. Dat is wat je moet doen, direct. Zeker niet vergeten. We hebben gepakt en we lopen direct terug. En als alles goed is, worden we niet gehit. We zijn één keer gehit geweest en dit was eigenlijk gewoon de room. Het kan echt zo simpel zijn. Het enige wat je echt moet doen is gewoon container pakken. Naar hier lopen. Rechtermuisklik op Fill Waterfall. Rechtermuisklik op die palmboom. Vanaf dat je bij de palmboom bent, direct terug. Rechtermuisklik, Fill. Dan terug op de palmboom. En we zijn eigenlijk maar één keer gehit geweest, dus dat valt echt mee. Nu, ik heb mensen dit tik perfect zien doen. Dus er zal wel iets of wat met mijn timing nog mis zijn. Maar alleszins, zo doet je deze kamer eigenlijk gewoon solo. Heel gemakkelijk. Hier is niks moeilijk aan. We zijn één keer gehit geweest. Dat is jammer. Het was niet tik perfect, I guess. Maar dit is eigenlijk hoe dat ik het doe en hoe dat ik het een beetje bekeken heb. Nu, ik hoop dat deze guide jullie helpt met Toas te doen. En ik zie jullie graag in de volgende guide opnieuw. Yo!